Hey, welkom bij een nieuwe video. Er zijn veel gevaarlijke dieren op aarde, maar wist je dat er dieren zijn die zo dapper zijn dat ze geen enkele angst tonen? Ze trekken zich niets aan van de grootte of kracht van hun tegenstanders en als ze iets zien dat ze willen, zullen ze geen moment aarzelen om erop af te stormen. Vandaag ga ik je 10 dieren laten zien die nergens bang voor zijn. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Voordat we beginnen met de video, abonneer ook even op ons nieuwe kanaal. Hier uploaden we 3 video's per week over allerlei fascinerende onderwerpen. Typ fascinerend in de YouTube zoekbalk of klik op de link in de beschrijving om naar het kanaal te gaan. Ik zie je daar. Nummer 10. Ken je het personage de Tasmanian Devil uit de Looney Tunes tekenfilms? Wist je dat er in het echt een dier bestaat met dezelfde naam die behoorlijk woest kan zijn? Deze vleesetende buideldieren komen voornamelijk voor op het Australische eiland Tasmanië. Ze leven in rotsachtige gebieden en helaas zijn ze tegenwoordig een bedreigde diersoort. Echter, toen de eerste Europese kolonisten in Australië aankwamen, hadden ze deze dieren zwaar onderschat. De Tasmaanse duivels hebben een bek vol scherpe tanden en een bijtkracht die wordt beschouwd als een van de krachtigste van alle zoogdieren ter wereld. En dan hebben we het nog niet eens over hun temperament als ze geconfronteerd worden met een roofdier of als ze in een vreedbuis zijn. Van Tasmaanse duivels is bekend dat ze in woede uitbarsten, hun tanden laten zien en angstaanjagende gromgeluiden maken die zelfs grote roofdieren af kunnen schrikken. Nummer 9. De cassoaris is een grote vleugelloze loopvogel die voornamelijk voorkomt in Australië en Nieuw-Guinea. Ze kunnen 1,8 meter hoog worden met een gewicht van 70 kilogram. Ze kunnen misschien niet vliegen, maar hebben enorm grote en scherpe klauwen die ze gebruiken tegenover iedereen die in hun weg staat. Het gevaarlijkste onderdeel van de cassoaris is zijn middelste klauw die maar liefst 12 centimeter lang kan worden. Er wordt gezegd dat ze afstammelingen zijn van de dinosaurussen en ze eten het liefst fruit. De cassoaris staat ook niet voor niets bekend als de gevaarlijkste vogel ter wereld. Als ze het gevoel krijgen dat ze worden uitgelokt, kunnen ze gemakkelijk aanvallen. Zelfs mensen moeten op hun hoede zijn, want deze vogel is nergens bang voor. Ze kunnen namelijk met 50 km per uur achter je aanrennen en kunnen zelfs 1,5 meter hoog springen. Nummer 8. Als je dacht dat katten onschuldig waren, dan ken je de zwartvoetkat waarschijnlijk nog niet. Laat je niet misleiden door het kleine lichaam van het dier, want deze kleine wilde kat die voornamelijk in het zuiden van Afrika leeft is net zo woest als een leeuw. Ze zijn slechts 25 centimeter groot met een gewicht van 1,6 kilogram, maar volgens de BBC weet deze kat 60% van de keren hun prooi te doden. Het komt zelden voor dat een zwartvoetkat zich laat zien, maar als dit gebeurt kan je dus maar beter uit de buurt blijven. Volgens verschillende artikelen weten ze iedere nacht meer dan 10 prooien te vangen. Deze katten hebben geen angst en er wordt zelfs gezegd dat ze wel een giraf hebben aangevallen. Het lijkt erop dat deze kat toch niet zo schattig is als hij eruit ziet. Nummer 7. De Komodo-varaan is een hagedissensoort die 3 meter lang kan worden met een gewicht van 70 kilogram. Ze komen voornamelijk voor op de Indonesische eilanden Flores en Komodo. En hier hebben ze totaal geen concurrentie van andere roofdieren. Ze zijn ook dapper genoeg om achter prooien aan te gaan die 2 keer zo groot zijn als hen. Je ziet ze dus wel eens jagen op paarden, waterbuffels en herten. Maar pas op, want de Komodo-varaan gaat ook wel eens achter mensen aan. Hun kaken hebben een stevige beet met 60 grote en scherpe gekartelde tanden die zelfs giftig zijn. Ze kunnen rennen met een snelheid van 20 km per uur en bij het achtervolgen van prooien zijn ze meedogenloos. Ze gaan zelfs zo ver dat ze op hun poten en staart gaan staan om ze te bespringen. Nummer 6. Van het volgende dier op deze lijst heb je waarschijnlijk nog niet eerder gehoord. Maar dit is de Maleise bonte marter, een onverschrokken roofdier die voorkomt in de Himalaya. Het diertje ziet er misschien klein uit, maar het is een carnivoor en kan prooien overmeesteren die stukken groter is dan hij zelf. Hij is nergens bang voor en zijn dagelijkse leven bestaat uit het patrouilleren van zijn territorium, het beklimmen van bomen en het jagen op voedsel. Zelfs voor honden of mensen is hij niet bang. Alhoewel zijn dieet bestaat uit voornamelijk ratten, muizen en vogels, vindt hij het ook geen probleem om katten, slangen of zelfs apen te grijpen.
Zoals je hoort is hij in zijn eentje al behoorlijk angstaanjagend, maar dit dier houdt er ook van om in roedels van meer dan 3 te jagen. Nummer 5. Normale struisvogels zijn op zichzelf al behoorlijk woeste dieren. Maar de mannelijke struisvogels zijn een stuk angstaanjagender, vooral als ze worden uitgelokt. Ze kunnen een hoogte van 2,4 meter bereiken en als ze bang worden kunnen ze achter je aanrennen met snelheden van 72 km per uur. Je moet uitkijken voor hun snavel waarmee ze een sissend geluid kunnen maken, maar voornamelijk voor hun poten waar ze zulke krachtige trappen mee kunnen geven dat je je botten kan breken. Daarnaast heeft iedere teen een uitzonderlijk scherpe klauw. De mannelijke struisvogels staan er ook bekend om gewelddadige instincten te hebben waarmee ze tot het einde gaan om hun nest te beschermen. Er zijn zelfs momenten geweest waarin een struisvogel het heeft gewonnen tegenover hyena's en zelfs leeuwen. Nummer 4. Hyena's zien eruit als grote honden en je kunt ze vinden in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Deze dieren tonen geen enkele angst bij het jagen op allerlei prooien. Ze jagen meestal in een groep en proberen ook voedsel te stelen van andere roofdieren. Een interessant feitje is dat vrouwelijke hyena's agressiever zijn dan de mannelijke. Als ze eenmaal hun maaltijd hebben overmeesterd, laten ze er niets van over. Wanneer een hyena in zijn eentje is, toont hij al geen angst. Maar als ze met een groep zijn, hebben ze geen enkele vrees. Het zijn intelligente dieren en als ze het gevoel hebben dat ze een leeuw kunnen grijpen, proberen ze dit dan ook. Maar zelfs een olifant of een neushoorn is niet veilig wanneer ze met een groep zijn. Nummer 3. De Nijlkrokodil wordt beschouwd als de gevaarlijkste krokodillensoort en deze reputatie hebben ze over de jaren zeker verdiend. Omdat ze de grootste krokodil in Afrika zijn, hebben ze weinig te vrezen. Hun lichaam heeft een gemiddelde lengte van 6 meter lang en ze kunnen maar liefst 750 kilogram wegen. Volgens verschillende artikelen zouden er elk jaar 200 mensen overlijden door toedoen van de gemene nijlkrokodillen. Ze eten het liefst vis, maar ze liggen er niet wakker van als er iets anders op hun pad komt. Nijlpaarden, zebra's en zelfs andere krokodillen zijn niet veilig wanneer de nijlkrokodil in de buurt is. Een nijlkrokodil heeft ook de krachtigste beet in het dierenrijk. Zijn beet is maar liefst 5 keer sterker dan die van leeuwen. Het is dus het beste om uit de buurt te blijven wanneer je er een ziet. Nummer 2. Als de zilveren gorilla's het echt zouden willen, zouden ze gemakkelijk de nieuwe koningen van de jungle kunnen worden. Ze worden echter alleen agressief wanneer ze verstoord of bedreigd worden. Ze zullen over het algemeen meerdere waarschuwingen geven, maar als je te ver gaat, dan kan je maar beter oppassen. De zilveren gorilla's zijn namelijk een van de sterkste dieren ter wereld. Er wordt wel eens gezegd dat ze 20 keer sterker zijn dan mensen. Hun enorme hoektanden zijn gemaakt voor intimidatie en zijn sterk genoeg om door bamboe heen te breken. Ook hun intelligentie helpt. Ze kunnen gereedschap of werktuigen gebruiken om roofdieren af te weren. Buiten mensen en luipaarden hebben ze geen andere roofdieren. Luipaarden laten de grote zilveren gorilla's dan ook meestal met rust, maar gaan nog wel eens achter de kleine gorilla's aan. Dit zal niet zomaar gebeuren omdat gorilla's meestal in gemeenschappen van 30 individuen leven. Wanneer het alfamannetje wordt uitgedaagd, aarzelt hij niet om zijn fysieke kracht te tonen. Hij gooit bijvoorbeeld met dingen, laat zijn woeste brul horen, slaat op zijn borstkas en valt agressief aan. Nummer 1. Volgens het Guinness Book of World Records zijn honingdassen de meest onbevreesde dieren ter wereld. Ze zouden voor niets en niemand bang zijn en tonen geen enkele angst. Ze hebben lange voorpoten en scherpe tanden waarmee ze tot op het bot kunnen bijten. Daarna zijn ze ook erg agressief en als ze echt honger hebben vallen ze zelfs grotere roofdieren aan, zoals leeuwen en hyena's. Giftige schorpioenen en slangen hebben ook geen kans tegenover de honingdas, omdat ze een sterke immuniteit hebben tegenover gif. Ook hun huid is erg taai en dus lastig om voor roofdieren te doorboren. Er gaat zelfs een video op het internet rond waarin een honingdas een groep leeuwen liet terugtrekken. Wat vind jij het meest dappere dier? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.